Ik was dus gisteren bij de ijsboer. En ik bestelde 2 ijsbolletjes in plaats van 3. Snap je dan mijn probleem? Mm-hmm. Ja. Maar ik kreeg aardbei in plaats van macaroni bruin. Aardbei. Wat heb je daarop te zeggen? Ja, dat moet je mij natuurlijk hebben. Ik heb een roepoek geboekt. Als jij nog één keer denkt dat aardbei op een ijsje kan, dan schop ik je naar de tyfus. Aardbei? Nee, geen aardbei. Dat is fout. Ja, maar ik heb 2 zonen, maar van 4 dochters. Die heet allemaal Piet, behalve Kees, want die heet Jan. Maar, zeg maar, tegenover jouw moederstraat staat een bushokje waar ik metrokaartje kocht. Ja, waar ik uiteindelijk de eentjes ging vissen tegenover jouw zushuis waar ik een stoel heb gekocht. Back. Wat is er nu weer, lul? Je vader en je moeder zijn hartstikke dood. En ik kom naar jou, hè, Diederik, jongen. Ja, even neuk me weer. Wat ga jij morgen doen dan? Kut, mijn fiets staat niet op slot. Ja, maar je banden zijn toch lek gestoken. Wat de fuck, Freek? Wat doe jij hier?